Yo beste kijkers van mijn kanaal, welkom terug bij Ratchet & Clank aflevering 4. En we starten in het overzicht waar je dus eigenlijk je nieuwe kaarten bekijkt. We kunnen een pakketje openen, we gaan gewoon zo snel mogelijk verder met het verhaal. We zijn de vorige aflevering in een soort van reparageplekje geweest. Clank heeft een nieuw gadget, die kan nu vliegen. En laten we gewoon zo snel mogelijk van start gaan. We zullen het allemaal zien. Laat in ieder geval je like achter, welkom terug en let's go. Oké, en ik heb twee duplicates, oftewel twee dubbele kaarten, maar ik heb nog niet echt een idee hoe ik dat... Zal dit degene zijn wie ik dubbel heb? Ik denk dat ik de dubbele kaarten pas kan inzien op het moment dat ik een setje compleet heb. Dus dat je dan bijvoorbeeld setjes kan inruilen voor een ander setje of zoiets dergelijks. Nou goed, dat zullen we dan wel zien. Wat simpelweg de missie van deze plek is, find a train to the Hall of Heroes. Dus we moeten gewoon een trein gaan zoeken. Clank heeft een nieuwe gadget. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Captain Quark. En let's go. We kunnen dit overzicht ook even bekijken. Oh, 8000 voor nodig. En we kunnen ook upgraden. Ik ga deze upgraden. Hoppakee. 27% upgrade completion. Ik heb alleen te snel doorgeklikt wat nou precies de bonus is. Maar ik denk dat de bonus is... Dat kan je nog zien als je erop klikt ook. Ja, je kan het gewoon zien. Je kan een massive amount of brandstof meedragen. Dus je kan gewoon heel veel brandstof meedragen in een kleine tank. Nou, top. Up next, the comment section. Cool. Oh, let's go, jongens. The duo forged ahead, using their helipack's enhanced jump capability. Aha, je doet kruisje, erin. Of... Ingedrukt houden kan je even vliegen, alright. Kijk hoe vet deze sprong is. Nou kan ik dus ook over het bruggetje springen in de beginstep. Kijk schat. Dit was de gadget die ik miste. Ik heb dus een kaart gemist op de eerste planeet. En zo spring je over de brug. Oké, zo kunnen we dus hierop. Dus we kunnen nu echt op extra plekken aan de slag gaan. Nou, ben benieuwd. Long jumps would have only been possible for heroes like myself. Fortunately, Clank's new helipack helped them come closer to my level of greatness. Yeah, cool. We kunnen gewoon een verdere afstand overbruggen en dit is gewoon vet. Ik lig straks echt helemaal in een deuk als blijkt dat hier een character staat die een soort yoga oefeningen staat te doen. Als die character erin zit en hij staat inderdaad te springen, met die armpiece, dan ga ik echt helemaal stuk. Dat zou geweldig zijn. Laten we kijken. Oké. Ik zie wel een trein daar rijden, dus we zullen waarschijnlijk gewoon naar Station toe moeten werken ofzo. You all found themselves at a perilous drop. Would their new helipack help them glide to safety? Oh, sick! Ja, kruisje kan je vasthouden, maar je kan ook gewoon R1 ingedrukt houden als het goed is. Ja, dat vind ik zelf makkelijker. Level up, yay! Dat wapen is echt veel te overpowered. Hey, is dat nou het beginlevel? Ik zie daar, als ik zo gluur met de camera, zie ik daar een soort voertuig staan en daar zie ik een deur. Maar ik denk niet dat ik daar kan komen hoor.
Okay, let's go. Sick, max health is omhoog gegaan. Awesome. Gooi hond. Oké, hier is ammo. Laten we even kijken met welk wapen zo kan de slag gaan. We doen wel even deze. Hey, wordt gewoon weer geraakt. En een kaartje, daar komt ie. Plonk! Een nieuwe kaart. Laten we kijken, wat is dit voor kaart? Gewoon weer een nieuwe voor een extra kaart te zetten. Nou, ik vind het prima, let's go. En geef me die held. Want de held gaat best wel rap, valt me op. Zelfs op difficulty normal. Ik zit trouwens bijna op 8000 boutjes. Waardoor ik dus die extra soort, wat is het? Robotje dat voor me vecht kan aanschaffen. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Go! Ride the train to the Hall of Heroes. The A-train is now arriving. Please stand clear. Attention, all passengers. Due to the recent invasion, all trains may be swarming with armed Blarg mercenaries. We apologize for this inconvenience. Oh, Cheater Completor, die zit er niet in dit keer. Nou, cool, let's go. En de fusion grenade is ook level up. Oké, jongens, ik moet echt meer op afstand blijven, anders heb ik mezelf er alleen maar mee. Attention, all passengers. Due to the there it is. Come on, let's hitch a ride. Attention, travelers. Grav train D is about to depart. Next stop, the Hall of Heroes. Bijna. Even dit pakken. Reminding you that I've got your back. Thanks, en dan pakken we wat held en dan gaan we gewoon lekker de trein op. Thanks for the help, let's go. Please stand clear. The A-train is now departing. En we zijn op de trein, cool hè? Make sure that doesn't happen. Dude. Whoa. And where is he? What the fuck?
Whoa, whoa, whoa! Doei! In de achtergrond zie je ook nog al die boutjes en moertjes door de lucht heen vliegen. Die me nu allemaal volgen als het goed is. Ik krijg straks al die boutjes en moertjes alsnog. Awesome. Wat is dit nou voor iets dan? Wow, wow, wow. I hope that didn't cost too much. What the fuck? Een wagon met een gigantische vis erin. Jezus, wat is dit? Eigenlijk zou ik dit willen vrijlaten of iets dergelijks. Wow, slangen? Boom. Die vlammenwerper is echt cool. Ik ben er echt blij mee met dat wapen. Maar we gaan nu, we moeten wel naar die. Oh jongens, het is een bom die er wordt vervoerd. Nu pas leg ik de link. Oké, die is neer. Oké, opschieten. We moeten snel die bom onschadelijk maken, denk ik. Rax, come in. We're arriving at the Hall of Heroes. Copy that, Ratchet. I'll meet you at the front entrance and we'll begin your training. We've been cleared to attack Drek Industries in 3 days. That means you two are getting the accelerated course. Ha! That's right, lives at home 472. What's the matter? Don't like getting your butt kicked! Hey, Alaris. Hi, Rax. Alaris here is in charge of developing our gear and providing tactical support. Usually it's the former. The Rangers are the shoot first, think later type. I'm sorry, I didn't mean to sound like that. Like what now? Come on, I'll show you around. Let's go, Cadet. Time to make you a ranger. I'll see you in a bit. We're gonna have so much fun! Your protosuit is the most advanced combat armor on the market. And it comes in all the latest fall colors. Sweet. This is awesome. So what next? Halo jump into enemy territory? Suborbital combat training? In time, rookie. Next up is basic training. The captain designed this fitness course to help us reach our top physical condition. Good luck. Zo superleuk. We moeten nu een fitness course afleggen. En daar krijgen we dus dan uiteindelijk ook een gouden bout mee. Dat is dan de allereerste die ik verzamel. Eerst natuurlijk even exploren, hè? Typisch Den Adden. Let's go. Wat is dit?
Visit downtown. Oké, je kan dus gewoon met een soort taxi. De luchttaxi. Grappig. Even kijken wat we hier hebben. Dit is waar de trein net is aangekomen. Kijk, gouden standbeeld van die man. Visit the train station. Dus je kan gewoon met de trein terug. Dit is dus zo vet. Dit is dat open wereld gedeelte wat ik bedoelde. Laten we kijken, we gaan met 10k boutjes gewoon maar even dat aankopen, jongens. Laten we doen, aanschaffen. Yippie. Oh, I just might make my quota this week. En upgraden. Even kijken, hier hebben we bijna alle upgrades voor. I just bought one of those for myself. I can vouch for its effectiveness. Fusion grenade mag wel wat upgrades krijgen. Oh, nice. Zo. De combustor die heeft er heel veel. Bouncer mag er ook wel wat. Wat is dit? Extended fuse magnet strength. En Mr. Zircon, die kunnen we al meteen upgraden. Wat doet hij? Hij geeft meer boutjes. Dat doet dit. Wat doet dit? Can fire even faster. Dit is. Oké. Hoe gaan we hem dan instellen? Zo doe je hem. Come on, show us what you got. Oké, dus Mr. Zircon die deployen gewoon. Oké. En daar heb ik er dan nu nog 4 van. Nou, laten we naar het fitnesscore gaan. Ik ben wel benieuwd. Greetings, cadets, and welcome to the Captain Quark Fitness Course. Here you'll work on your physical strength as well as your thinking strength. Are you ready to get started? Then let's go! Congratulations on reaching the summit of justice. Your quadriceps must be burning with righteousness and pain. En nu? Ja, maar ik zag dat nu pas. Oh, wacht even, dit gaat fout. Quadriceps must be burning with righteousness and pain. Time to ascend to the Tower of Power. Here you must leap from platform to platform, but tread lightly. These pieces will move to one position, and then, without so much as a warning, shift to an entirely different position. Congratulations, you've conquered the Tower of Power. Head to the main platform to claim your prize, Ranger. Nice work, Cadet. Yeah. And here Ratchet finds his very first gold bolt. Let's savor the moment. Okay, enough savoring. Moving on. Die gold bolts die geven dus extra's in het hoofdmenu. En dan speel je bijvoorbeeld artwork vrij van de oude Ratchet & Clank games. En je kan bijvoorbeeld skins kopen met die gold bolts. Ik kan het wel even kort laten zien. Extra's. Appearance settings. Kijk, zie je. Je kan bijvoorbeeld je game een beetje modden. De bolt-stijl kan je aanpassen.
zie je een armor paint, een ship paint. Nou, allemaal best wel vette dingen. Het is gewoon redelijk cool. En bijvoorbeeld hier, met die bepaald soort bolts, kan je bijvoorbeeld kijken naar Ratchet & Clank uit 2002. Naar de environments, de weapons, de characters. Het is een soort artstyle. Ik vind dat een hele vette toevoeging, want dat is vaak wat heel veel gamers vergeten. Terwijl het zo awesome is. Nou, omdat ik net alsnog een hele snelle run aan het proberen was voor een trophy, dat we dit binnen 1 minuut nog wat deden. Dat werkt natuurlijk niet als je de afgrond inspringt, helaas. Dus die hebben we gemist. Kan als het goed is altijd nog opnieuw worden gedaan. Maar daardoor heb ik dus ook dit soort kisten overgeslagen. Ik hoop dus eigenlijk... Kijk, zie, ik heb best wel wat dingen overgeslagen. Ik hoop eigenlijk dat ik gewoon terug kan en het fitnesscours opnieuw kan doen. Want daar begint het. Het is redelijk dichtbij. Dit moet prima te doen zijn. Het is gewoon een fitnesscours. Het moet binnen. Ik zal het even snel opzoeken. En dan hopelijk de fitnesscores opnieuw doen binnen de tijd en een trophy krijgen. Laten we kijken of dat werkt. Hey, holy shit. Als je dus gewoon om het randje gaat, verzamel je een kaart. Hey, set complete. You just completed a card set. Okay. Cool. Awesome. Wow, dit is gewoon een sneaky, snellere manier. Had ik moeten weten net met mijn 70 seconden trofee. Nou goed, let's go. Since you're now one of us, I thought it was time to get you a new ride. Whoa, a Class G Star Jumper? Is this for me? Technically, it's Galactic Ranger property, but if you survive, complete this super secret yet completely on the level mission, she'll be yours to use however you like. What is this secret mission? I call it Operation Falling Star. Congratulations, Cadet. You've been selected for Operation Falling Star. Galactic Ranger Intel tells us Chairman Drek has a state-of-the-art weapons lab in Nebula G-34. Your mission is to destroy his top-secret project without, and this is important, telling anyone. Ever. Seriously, this is our little secret. Sure, but I don't see why... Please save your questions until the end of the presentation. You'll need to access Drek's laboratory using a trespasser, your wits, and the kind of fortitude normally found in more seasoned rangers. Get in, destroy whatever he's working on, and get out. I'll monitor your position from here. Good luck. I wish I could be there to see you off, but I have an urgent appointment with my acupuncturist. Call me when you arrive at Nebula G-34. I'm counting on you, Ratchet. You got it, Captain. Ongelooflijk. Nou, deze deur gaat natuurlijk ook nog lang niet open.
Dat zal pas veel later gebeuren. Maar ongelooflijk dat hij ons dus weer op zo'n missie stuurt. Dat gaat naar het treinstation. Dat is het einde van het vindersparcours. Daarachter is nog een taxi die naar downtown gaat. Dat gaan we ook eventjes hoe dan ook checken. Maar nu allereerst het fitnessparcours in 70 seconden. Let's go. Toetietje, let's go. Oeh, niet de bedoeling, maar oké. Yay, Caravan Gladiator. We hebben hem binnen 70 seconden. Fuck yeah, let's go. Met een beetje mazzel in de laatste sprong hoor, want die weer ging al bijna fout, hè, jongens. Was riskant, kantje boord, maar het is helemaal prima. Ik heb trouwens de downtown taxi net gecheckt en die gaat gewoon alleen naar die plantjes die je daar ziet in de verte, waar dus eigenlijk de chapter begint. Dus dat gaan we niet doen, we gaan het vliegtuig pakken. Oh, oeps, of naar beneden springen. Kan ook. Where should we go? Skid's agent is still lost somewhere on Iridia. Ja, ja, prima. Maar die gast die heeft dus net uitleg gegeven over een best wel secret mission. Hier, dit is zeg maar de missie. Super secret, bla bla bla. Will require advanced equipment. We should visit Wilgar to acquire it. Zie je? We hebben wel eerst Skid McQuarks nodig. Skid McMarks. Dat is de gast die we nodig hebben. Dus daarvoor moeten we naar Iridia. Dit gaan we sowieso helemaal starten in de volgende map. In de volgende aflevering, bla bla bla. Maar we gaan er wel heen vliegen. Dus ik hoop dat jullie er zin in hebben. Hoppa, staan we dan. Wait, is that Skid McMarks up ahead? Gewoon nu al. We hebben hem nu al gevonden. Someone help me! Ja, 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 someone help me. Maar wel lekker de volgende aflevering. Ik hoop dat jullie het cool vonden. Een like achterlaten. Deze fucking vette planeet gaan we doen de volgende aflevering. Wat ziet het er toch allemaal leuk en gelikt uit. Bedankt voor het kijken, het liken en Skid McMarks de volgende aflevering. Later.